Welkom allemaal vanuit de Wordt Grote Studio in Stadion Euroborg. Vandaag de warming-up met Damiel Dankerlui. Ja. Welkom. Dankjewel. Heb je de storm een beetje overleefd de afgelopen dagen? Ja, vooral gisteren was het best wel heftig op de training. Thuis in de tuin had het een beetje lawaai gemaakt. Maar voor de rest is het wel oké, overleefd. Ja, gisteren was het erger dan vandaag tot nu toe? Ja, vandaag was er alleen een beetje regen op de training. Klein beetje wind, maar niet zoals gisteren. Maar we zullen zo meteen zien wat er gaat gebeuren. Ja, meestal doen we deze show ook live, maar we hebben nu even wat eerder laten komen. Ja. Zodat je in elk geval op tijd naar huis kan. Ja, tenminste ja, rond 2 uur werd er gezegd dat iedereen thuis moest zijn. Dus ja, ik ben blij dat ik er nog kan bij. Hoe was de training dan vanochtend? Ja, de training was regenachtig zoals ik al zei. Maar voor de rest lekker gevoetbald. Eigenlijk perfecte voetbalweer eigenlijk. De bal glijdt lekker door. En de training was gewoon een goede training. Tot nu toe jouw seizoen, Damiel. Hoe kijk je daarop terug? Tot nu toe is het een beetje wisselvallig geweest. Ik ben er een tijdje uit geweest, volgens mij een dik maand, vanwege de corona ook. Je had corona in die maand? Ja, en dat was niet echt heel fijn. Maar het was wel even er doorheen, want daarvoor toen speelde ik wel een tijdje. En op een gegeven moment had ik ook een kleine blessure aan mijn enkel. En toen mocht ik alweer trainen na die blessure, alleen toen kwam de corona in 1 keer. Ik had je er last van? Ja, ik had er wel heel erg last van. Wat had je? Ja, even, wat kan je allemaal opnoemen? Bijna alle symptomen. Het begon met hoesten. En, je kan een paar keer hoesten, maar dan ga je wel verder denken. En toen op een gegeven moment in de avond, toen kwam hoofdpijn. Ik proefde niks, ik ruikte niks. En zo begon het eigenlijk op te bouwen. De volgende dag daarvan, toen was ik helemaal down, koorts en ik kon niks. Dus ik heb me wel echt te pakken gekregen. Ja, maar ik ben toch een atleet als jij dan toch zo... Ja, ik heb ook moeten, ik moet even kijken. 3 keer ben ik gaan testen, was ik negatief. Toen dacht ik al van, weet je wat, misschien heeft die prik toch wel geholpen, weet je. Ja. En toen appte Wouter me, oké, morgenmiddag trainen apart van de groep. Wouter is Wouter van den Berg, fysiotherapeut. Wouter Fischel, ja. En toen dacht ik, lekker, dan kan ik wel weer weet je. En op een gegeven moment, die volgende dag, die avond, toen begon alles in 1 keer gewoon te komen. Hoe lang heb je er last van gehad uiteindelijk? Ja, ik ben toch wel dik, 2 weken echt goed ziek geweest. En dan had je die regeling dat je nog thuis moet blijven. Ja. Want ook met waardes en al die dingen. Ja, dat wordt dan gemeten bij jullie, wat de waarden zijn qua antistoffen, et cetera, of je nog besmettelijk bent. Ja, en dat was eigenlijk mijn valkuil, want ik was eigenlijk gewoon ready om te trainen. Alleen, ik was nog een beetje volgens mij te hoog, als ik het goed zeg. Ja, de waarden waren nog te hoog. Ja. En dan mocht ik ook niet echt met de groep mee trainen. En voor de rest mocht ik een beetje met de fysio apart trainen, maar en ook nog op afstand. Dus je was wel op de club, maar ook weer niet bij de groep. Dus dat was wel een beetje jammer eigenlijk. Ja, frustrerend. Maar voor de rest goed er doorheen gekomen. Natuurlijk, dan moet je wel op je moment wachten dat je weer mag voetballen. En die moment heb ik gekregen en stap bij stap ben ik weer in de basis gekomen eigenlijk. Mooi man. Gelukkig, want je stroomde al later in vanwege de Gold Cup, hè? Je was afgelopen zomer met Suriname op een heel mooi avontuur. Ja, wat kun je daarover vertellen? Ja... Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, dus dat ik geselecteerd was en erbij mocht zijn, dat was top. Maar het was heel anders. Ik heb van Texas naar Florida en het was gewoon mooi, omdat je weet, het is de eerste keer voor Suriname op een Gold Cup. En dat je daar dan mag meedoen, dat is dan echt, het voelt een beetje een soort van eer, hier mag je land vertegenwoordigen. En ik mocht ook alles spelen eigenlijk. Niet op mijn beste positie rechtsback, maar wel op het middenveld. En dat ging ook echt ging goed. De weersomstandigheden waren wel, hoe zeg je dat, heet. Ja? Ja, het was heel anders. Ik keek op de klok, ik speelde 10 minuten en ik dacht van wow, ik ben nu al op ademhalen, weet je. Maar voor de rest, ik heb tegen Jamaica gespeeld. Mooi stadion, dus dat is wel echt mooi. Hoe was die sfeer in die groep bij Suriname? Is dat echt wat je wel eens ziet met elkaar van tevoren zingen en dansen? En net wat losser dan we in Nederland misschien gewend zijn? In het begin was het wel even wennen.
even elkaar een beetje leren kennen ook. Uh-huh. Maar sommigen kennen wel, maar niet echt persoonlijk. Op een gegeven moment werd dat steeds losser, ook in het hotel, tijdens eten, een beetje lachen, muziek was er en iemand was toen ook jarig. En toen werd er een taart gebracht en zingen, dansen, dus daar begon het al. En toen in de kleedkamer, als de muziek werd gespeeld, dan was het ook gewoon natuurlijk de focus, maar ook gewoon een beetje het bij elkaar brengen. Dus dat was wel mooi om mee te maken en in de wedstrijden, ja, dan moet je elkaar nog een beetje leren vinden. Maar ik moet zeggen, voor de eerste keer dan ben ik wel super trots op mezelf dat ik daar mocht meedoen. Ja, de droom van Suriname is volgens mij 2026, toch? Dan is het WK in Mexico en de Verenigde Staten. Waardoor er extra plekken vrijkomen voor ploegen uit Midden- en Noord-Amerika. Ja, zover heb ik nog niet gehoord, maar volgens mij zit je wel in de goede richting. Want we hebben zeg maar wel kwalificaties de volgende interland. Mm-hmm. En dat is dan voor de Nations League en dan kwalificeer je voor de Gold Cup. Ja. Maar, daarna zijn er extra kansen, omdat dus Amerika en Mexico zijn automatisch geplaatst als thuislanden volgens mij. Ja, en wij zijn dan die... Ja, en er zijn gewoon extra kansen voor landen uit Midden- en Noord-Amerika. Klopt. Dus dat is, dat is je droom. Dat wel. Het WK. Ik hoop dat ik het mag meemaken en ik moet gewoon zo goed mogelijk blijven spelen. En voor de rest... Hoe oud ben je dan, 2026? Ik ben nu 25. 29, nou perfect. Ja. Op je top. Ja, op mijn top. Maar ik moet dan wel, ik moet dan wel nog stappen maken. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, tuurlijk. Mooi, altijd blijven dromen, toch? Ja, zeker. Mooi. Nu heb ik 1 assist van jou gevonden dit seizoen. Dat mag wel wat meer zijn, toch? Dit seizoen. Ja. Wat een lekkere tegen AZ, die op de Leeuw. Ja, dat was, ik nam die bal aan. Ja, ik zag gelijk Michael lopen. En ik dacht van, als ik hem achter die verdediger leg. Ja, dan zal het een mooie kans zijn. En het was ook een hele mooie kans. En hij heeft gescoord ook. Dus het is voor mij en hem allebei lekker. Maar dat was wel een mooie assist, om het zo maar te zeggen. Dus ja, daar willen we wel meer van zien de komende weken. Ja, ik volgens mij tegen wie was het nou? Tegen NEC thuis? Ja. Dat Jurgen, dat ik misschien wel 3 assisten kon hebben. En afgelopen weekend weer al die ballen van jou en van Bjorn Meijer voor de goal. Dat we dan zeg maar nog meer... Net een beetje pech, hè, deze wedstrijd. Ja, op het lijstje kunnen krijgen. Maar we moeten hiermee doorgaan en wie weet komen ze er wel op. Nu wil ik het graag ook met je hebben over dansen. Heb je enig idee waarom? Ik denk het wel. Ik denk toch misschien dat Instagram filmpje en de actie van mij tegen Go Ahead. Ja, en, dat is ons best bekeken Instagram filmpje ooit. Dus we hebben qua reel. Op Instagram heb je een reel, dat is een soort van TikTok op Instagram. Ja. En die video is 100.000 keer bekeken. 100.000 keer? Ja. Zo. Nee, ik ben blij dat het zoveel keer is bekeken. En voor mijzelf op dat moment, ik schrok er eigenlijk ook van die actie. Maar op dat moment moet je niet denken, moet je gewoon doen en het werkte. Ja, want je werd onder druk gezet. Ja. En dan, je maakte een lichaamsschijnbeweging en het hele publiek ging ook mee, hè? Ja, dat gaf je wel een extra boost eigenlijk. Ja. En dat het lukte, dat is alleen maar mooi. En dat hij dan 100.000 keer is bekeken, dat is dan nog mooier. Hoe lekker is dat het publiek er weer bij is? Als je zo'n actie maakt, dat je daar ook gewoon reactie op krijgt. Ja, dat wil ik dus net zeggen. Dat is gewoon, ik weet niet, dat moet je gewoon voelen op dat moment. En als speler dan heb je ook wel dan, als er niemand is, je maakt zo'n actie, denk je, oké, het is gelukt. Maar je doet het ook een beetje voor de fans. Ze mogen weer kijken. En als je dan zo'n mooie actie maakt, dan is extra. Dat voelt extra lekker. Hier komen we voor naar het stadion. Ja, zeker weten. En natuurlijk ook winst en doelpunten. Ja. Maar dan is het ook nog wel lekker. Ook vooral op de plek. Het is ook achterin. Dus dan maakt het nog wat spannender eigenlijk. Ja, zeker. Dus je moet niet de fout in gaan. Nee, dat zeker niet. Dat zeker niet. Nu hebben we het over dansen. Jij bent ook van de muziek, toch? Ja, ik hou van muziek. Ik heb zelfs een DJ-set. Niet in Groningen, wel in Almere bij mijn moeder thuis. Mm-hmm. Maar ik heb daar vaak op gedraaid en natuurlijk heb ik ook gewoon een Spotify-lijst waar ik zowat elke dag naar luister. Ben je de DJ van de kleedkamer? Af en toe sluit ik mijn telefoon aan met Bluetooth. Maar wat breng ik? Ik breng zo'n mix. Wie is anders de DJ? Cyril pakt hem wel soms. Jurgen, Soeslof. En ik zie nu een beetje Nana, een beetje... Oh, die komt er net even kijken, zeg maar. Dus iedereen draait wat muziek. En als ik draai, is het sommige losse muziek of mixtapes. Wat voor mixtapes zijn dat dan? Wat voor... Ja, ik heb vrienden die van mij die zijn DJ. En die brengen wat vaak mixtapes uit.
En die, wat voor type muziek is dat? Ja, hip-hop, R&B, wat Afro House, soms wat house zelf. Maar voor de rest is het wel gewoon van alles en nog wat, dus vandaar dat ik dat ook luister. Ja, lekker man. Nu heb je ook een kleine thuis. Hebben we kunnen zien, jij was met de kleine in het stadion toen wij hier een kerstboom hadden, een wensboom. Ja. Hoe is het met hem? Ja, goed. Hij is heel stout. Kilian was het toch? Kilian, ja. Nee, hij gaat goed. Hij is heel gezond. Speelt lekker. Maar hij is stout, zei je. Ja, die jongen, alles is nee. En als ik dan zie dat hij iets fout doet, dan kijk ik hem ook gewoon aan. En dan weet hij dat hij het ook niet mag doen. Ja, dan ren ik achter hem aan, dan rent hij voor me weg en al die dingen. Ja. Maar nee, het gaat goed. Mooi man, goed om te horen. Zondag PEC Zwolle, die zijn aan een aardige opmars bezig. Ben je iemand die veel voetbal volgt en kijkt? Ik moet zeggen, voor mijn kleine was ik meer bezig met het volgen van voetbal. Mm-hmm. Natuurlijk volg ik wel voetbal, maar niet zoveel als voorheen. Mm-hmm. Maar als ik de volgende tegenstander moet spelen, dan volg ik wel wat. En ook met de jongens die ik ook ken, dan praat ik ook met hun. Dan, speel je niet. Dus dat is wel, dat volg ik wel. Nu heb ik Danny Buijs ook even gevraagd wat hij denkt van de opmars van PEC Zwolle. En daar gaan we nu even naar kijken. Hoe kijk je naar de opmars van PEC Zwolle van de afgelopen weken? Nou, die komt voor mij niet als een verrassing. Omdat wij gebruiken ook altijd wel data als ondersteuning om te kijken wat zijn dingen die goed gaan, wat niet. En dan kijk je ook naar andere clubs. En PEC Zwolle stond voor de winterstop al veel te laag ten opzichte van de expected goals, expected punten ranglijst. En over het algemeen weet je gedurende een heel seizoen dat dat dan wel gaat bijtrekken. Als ze blijven doen hoe ze het invulden. En dat zie je nu wel terug. Dat zij nu, waar het misschien voor de winter een aantal keer enorm heeft tegengezeten, nu wel aan de goede kant van de score zitten. Maar dat is geen toeval. Die basis is al gelegd voor de winter. Oké, dat zeg ik met al respect voor Zwolle uiteraard. Maar wij hebben ook wel aangetoond, en zeker nu vanaf de tweede seizoenshelft, dat wij hoeven voor niemand bang te zijn. We hebben thuis verloren van PSV en van NEC en van Fortuna. Maar in die wedstrijden hadden we ook een resultaat kunnen halen. En we hebben ook gewonnen van Vitesse en Go Ahead. Wij moeten vooral met ons eigen spel doorgaan en de dingetjes die we daarin kunnen verbeteren, proberen te verbeteren. En dan zullen wij ook nog de nodige wedstrijdjes gaan winnen. Daar ben ik van overtuigd met hoe de groep het doet en hoe ze het invullen. Zondag weer een vol uitvak in PEC Zwolle, Damiel. Vol. Okay. Ja, dus kijk je daar naar uit? Ja, zeker weten. We hebben de fans gemist, de fans hebben ons gemist. Natuurlijk is het dan lekker als je dan ook nog uitspeelt en een vol stadion of vol uitvak hebt. Ja, die maken altijd veel lawaai in Zwolle, kan ik je vertellen. Ja, dat zal ik dan meemaken dan zondag. Je weet naar welke hoek je moet rennen, dat hoor je snel genoeg. Ja, dat hoor ik dan wel. Maar voor de rest is het wel altijd lekker als je je fans gewoon achter je hebt. Nu zijn de wedstrijden vanavond afgelast door de storm. Hopelijk kan het zondag wel doorgaan. Een van die sporters die er zondag zeker bij is, is John de Jonge. Dat is de voorzitter van de sportsvereniging. En in de battle, dat doen we elke week, neemt hij het op tegen Koert Elschot, dat is een oud speler. En zij voorspellen jullie wedstrijden. En daar gaan we nu even naar kijken. John en Koert scoorden vorige week geen euro's tegen Fortuna Sittard. Tegen PEC Zwolle zal het beter moeten. Maar hoe vinden de mannen eigenlijk zelf dat het gaat? Ja, op zich wel redelijk. Want voordat we hieraan begonnen, toen zeiden we ook tegen elkaar van, gok op wedstrijden, daar zijn we eigenlijk allebei niet zo goed in. Maar het gaat volgens mij best wel naar behoren. Ja, ik ben het er niet mee eens, ik sta achter. Dus dat had beter gemoeten. Maar we hebben nog een wedstrijd op 12, dus ik ga Koert nog wel inhalen. Dus tijd zat. Wetje leggen? Ja, gaan we doen. Wetje mee? Ja. We hebben afgelopen weekend verloren, maar ik ga toch weer op 1-2 voor FC Groningen. Ik denk dat Zwolle is natuurlijk wel lastig geweest. Gebleken dit seizoen ook. Een keertje verloren, een keertje gelijk. Wordt tijd voor winst. 0-1. Ik zeg dus wat wordt 1-2.
Ja, bij mij wordt het ander verhaal. Hè. Als ik zeg 0-1, dan is van 3 geen sprake natuurlijk. Tot slot, Damiel. We hebben nog een aantal stellingen voor je. Okay. Een aantal vragen. Okay, nou, ik ben maar de eerste vraag die we nog binnenkregen is, heb je een vriendin? We hebben het net over jouw kleine gehad natuurlijk. Ja, ik heb een vriendin. Ik ben al, even denken, 3 jaar met haar. En natuurlijk ook een kleine gekregen, dus ja. Ik kreeg nog de vraag, op wie geef je liever een assist? Jürgen Stan Lars of Michael de Leeuw? Ah, ja, allebei. Allebei, ja. Ah, allebei. Heel goed. Heel als hij maar erin gaat. Zou ik ook niet kiezen. Messi of Ronaldo? Messi. Ja? Ja, Messi. Heb je dan afgelopen week wel Champions League gekeken? Ja, natuurlijk. Ik heb PSG helemaal gevolgd. En ik dacht, wanneer valt hij nou? Ja, wat was de laatste 30 seconden in blessuretijd dat Mbappé hem scoort? Dat is altijd wel mooi om te zien hoe hij hem dan ook maakt. Helemaal in controle nog, hè? Na 93 minuten vol vlammen. Ja, precies. En dan nog zo in controle, zoveel rust. Ja, en dan ook nog zo'n mooie actie. Dat is echt mooi. Nu hebben we nog 2 stellingen voor je. De eerste is pasta of stamppot? Ja, pasta. Ja? Ja, pasta. Ben je een beetje man van het Nederlandse eten? Of, Jawel. En als ik zeg pasta of rotti dan? Zo. Dan zeg je maar wat. Dan ga ik wel voor die rotti hoor. Ja, toch wel? Ja, dan ga ik wel voor. Lekker hoor, ja. Dan blijf je toch een Surinamer, hè? Ja. Klasse. Tot slot, zondag 3 punten of zondag scoren? Dan ga ik voor de 3 punten. Ah, kijk aan. Ja, dan ga ik wel voor de 3 punten. Je wacht nog steeds, hè, op je eerste doelpunt. Ja, ik wacht er nog steeds op. Ik ben ook want bij Willem 2 heb jij, voordat je hierheen kwam, 4-5 keer gescoord dat seizoen, geloof ik? Ja. Toen speelde ik wel verschillende posities. En als rechtsbuiten had ik dan wel assists en goals. Uh-huh. Maar ik kom er wel, maar ik moet nog meer ervoor doen, denk ik. Dus, beetje geluk misschien. Ja. Dat ook, dat moet je ook hebben. En, gaat vast snel komen. Effort. Ja, dat komt goed. Mooi man, dankjewel dat je er was. En heel veel succes dit weekend tegen PEC Zwolle. Dankjewel. Thanks. Ja. Iedereen thuis, bedankt voor het kijken en tot volgende week.